De koortsboom in Overasselt heeft het zwaar. Vroeger hingen mensen die aan koorts leden een lapje van hun ondergoed aan de boom, als ze op bedevaart gingen naar het naastgelegen klooster. Maar die traditie wordt nog steeds voortgezet. Toch is niet per se de hoeveelheid kleding in de boom het probleem. Plekken zoals hier, waar een boom eigenlijk potentieel heel erg oud kan worden, is het eigenlijk van belang om te zorgen dat die boom zoals hier een standplaats heeft waar dat ook mogelijk is. En dat is hier niet helemaal het geval. Kijk, deze boom die leidt niet door het gewicht wat aan die takjes hangt. De boom die zou wel kunnen beschadigen als mensen aan de takken gaan hangen en de takken daardoor afbreken. Maar dat is iets waar een boom in principe wel tegen zou kunnen. Een groter gevaar voor deze boom is dat hier heel veel mensen onderdoor lopen. En als je bedenkt dat het wortelgestel van de boom ongeveer even groot zou zijn als de kroon qua volume, dan als je hier zo staat, ik sta hier onder de rand van de boom, en dat loopt zo helemaal rond, dat is zeg maar het hele gebied waar die boom zijn wortels gebruikt en waar die zijn voedsel haalt. Bij deze boom zie je dat aan alle kanten de grond verhard is. Dus ik kan er wel van uitgaan dat de zuurstofhuishouding in die grond met alles wat negatief wordt, dus bodemlevenstructuur, zuurstofhuishouding, dan zie ik hier gewoon een boom die nou nog wel gezond is, maar het veel beter zou kunnen doen als de eigenaar van deze grond zorgt dat die betreding wat minder wordt. Deze boom zal niet gekapt worden, maar zo'n boom is wel een boom die je echt mag beschermen en mag vertroetelen eigenlijk. Dus een koortsboom, troetelijk zou je kunnen zeggen. En dan zorg je dat deze boom over 500 jaar ook zo'n plek is waar mensen samenkomen. Want dat is dit ook. Hè? Dit is een plek waar mensen naartoe komen. Er komen mensen speciaal voor deze boom hier naartoe. En die waren anders misschien helemaal niet zo snel de natuur in gegaan. En die hadden zeker niet met die ogen naar een boom gekeken. Ondanks dat ik dit niet zo fraai vind natuurlijk.